Goed mensen, ik ben Sam en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van de PR Modpack Hardcore Edition. Jongens, ik heb er weer super veel zin in. Gisteren hadden we natuurlijk een auto-enchanter, of disenchanter gemaakt, wat natuurlijk super gunstig was. En dit ding is nog steeds aan het werk. Het gaat niet super snel, maar dat maakt helemaal niet uit, want het werkt. En daar ben ik super blij om. Jullie hadden ook al in de reeks gezegd van, Sam, je kan een netherrack ook in ovens doen. En dan krijg je netherbricks, krijg je ervan. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar of dat inderdaad zo is. Want als dat zo is, dan kunnen wij heel veel auto disenchanters maken. En dan kunnen we een hele library maken van allemaal boeken. En is dat zo? Yes, dan krijg je netherbricks. En als je die met z'n vieren bij elkaar doet, dan krijg je gewoon... dan krijg je netherbricks. Of een netherbrick. Hoe heet dat eigenlijk? Netherbrick. Dit heet netherbrick. En dit heet netherbrick. Oh my god, precies dezelfde naam, alleen andere items. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk super chill. Ik ben echt heel erg benieuwd of wij nu... We krijgen fire protection. Oh, we krijgen geen absorption. Oh. Oh, dat is heel erg naar. We krijgen geen absorption. Dus je kan niet alles krijgen. Het is denk ik gewoon random. Dat is naar. Dat is heel erg jammer. Maakt niet uit, weet je. Want het is nog maar het begin en we krijgen waarschijnlijk later wel absorption. Dus mij boeit het op zich niet zo super erg. Ja, deze ga ik gewoon hierin leggen. Ik zat nog even na te denken, jongens. Zo van, ja, zal ik nou items gaan enchanten? Of zal ik dat via een boek doen? Ik zat er heel erg over te twijfelen. En ik denk toch dat ik het met een boek ga doen. Ondanks ik dat, als ik een goede enchant krijg, kan ik het later ook altijd gebruiken. Ik heb nu redelijke enchants. Niet goede enchants, redelijke enchants. En die kan ik best wel goed gebruiken. En dan denk ik van, ja, weet je, ik kan het beste nu gewoon een paar books enchanten. Gewoon level 30 books enchant en hopen dat er gewoon iets goeds uitkomt. Dus here we go. Luck of the Sea 2. Bam! Beste enchant ooit. Niks meer aan doen. God damn it. Luck of the Sea. Al moet ik wel zeggen dat het misschien heel erg goed is. Want ja, je hebt... Kijk, als we bijvoorbeeld dit maken. Oh, als we een hele sterke fishing rod maken... En dan heb ik het echt over Flux Infused Fishing Rod. En deze is heel erg sterk. Of een Info Reinforcement Fishing Rod. En als we even kijken bij fish. Ik weet niet of je veel fish hebt in deze modpack. Ik denk het wel. Maar dat is in ieder geval super chill. Want dan kunnen we heel veel vis vangen. En dan kunnen we ook Neptulon dingen vangen. Ik weet niet of je dat hier... Als het goed is, heb je dat toch? Ik weet niet. In ieder geval, Luck of the Sea. Nu echt totaal useless. Heel erg jammer. Een waste van al mijn XP. Maar treur niet. Want ja, het is nog steeds redelijk, om zo te zeggen. Even kijken. Of the Souls of Rimbora effect is on a sword and an axe. Apply potion. Chance of summoning a Rimbora minion. En additional damage as armor pierce. Ik denk toch wel dat deze beter is dan deze. Dus die gaan we ook nog even bewaren. We kunnen in ieder geval ook een rals afhalen. Maar wat wij eerst gaan doen, jongens. Wij gaan de mines weer in. Want wij hebben kool nodig, om zo te zeggen. Dit wordt weer een lekkere mine aflevering. We gaan even heel veel hout collecten. Hoppakee, heel veel rubber. Bam. We hebben genoeg rubber saplings. Dus dat maakt niet uit. En ik heb hier ook nog heel veel kool. Alleen, ik heb meer kool nodig, om zo te zeggen. Veel meer kool heb ik nodig. Omdat ik mijn quarry binnenkort ook heel erg lang wil laten staan. En dat ik gewoon zeg van, nou, weet je wat? Ik ga nu gewoon een half uurtje away from keyboard staan. Dus dat ik even helemaal niks doe. En dat nog wel gewoon mijn machines lopen. Dat is eigenlijk mijn goal. Dat wil ik uiteindelijk gewoon fixen. En ik moet nog steeds een death 0 ding achtig maken. Dat ik geen damage daarvan krijg. Dat is ook wel heel erg nice om te hebben. Maar ik ga dit in ieder geval allemaal weghalen. Zo, hoppakee, hoppakee en hoppakee. Ik kreeg trouwens nog de vraag, jongens. Ondanks Kingdom weer begon, heb ik een aantal reacties gekregen van... Sam, mag ik in Kingdom Terrors? Ik ga waarschijnlijk helemaal niks meer met Kingdom doen. Ik wil een beetje van dat roleplay-achtig weg. Ik denk niet meer echt dat het iets zal worden op YouTube. Ik wil nog steeds wel iets met een verhaal doen, om zo te zeggen. Maar niet roleplayen, om zo te zeggen. Dat... daar ben ik een beetje overheen, om zo te zeggen. Dus ik zal waarschijnlijk iets meer de andere kant op gaan. Iets meer niet serieuzer, om zo te zeggen. Iets meer trollender zal ik waarschijnlijk doen. En dat zal waarschijnlijk ook wel beter zijn. Want dat is in het algemeen... wordt dat meer, beter ontvangen, om zo te zeggen. Dus ja, weet je, dat serieuze roleplay gedoe was hartstikke leuk. Alleen ja, dingen vergaan en... Wow... Jij bent super snel, maar jij gaat dood. Woep, wat drop jij? Oeh.
Dat is best wel heel erg nice. Efficiency 2, dat is echt best wel heel erg nice om te disenchant. Want hier zit sharpness 3 op. En op deze pickaxe zit efficiency 4. Nou, oké, dan valt het op zich wel mee. Maar het is even goed, weet je. Een random item, random drop. Weet je, dan hoor je mij echt niet klagen. Hello there, Cinder. En wij gaan gewoon even kijken of we ergens gewoon makkelijk een cave in kunnen gaan. En wij gaan vooral dus op coal hunten. En ja, that's it eigenlijk. Oh my god, check hoeveel Geonox hier zo. Wow, ik krijg ineens superveel damage. Mijn absorption zit hier trouwens nog... Ja, absorption 2 zit hier op, hè. Ik heb toch wel echt andere gear binnenkort nodig. Heb ik echt nodig. Heb ik trouwens ook alles hiermee? Ja, ik heb hier ook alles mee. Even altijd natuurlijk voorbereid zijn, hè. Deze kan weg, deze kan weg, deze kan weg. Essence Dust kan eigenlijk niet weg, maar dat maakt helemaal niet uit. Weet je, hier zit echt superveel steen in. En al dat steen is natuurlijk wel leuk om te hebben. Alleen, dan zit ik echt van, ja... Weet je... Je hebt er uiteindelijk echt niet zoveel aan. Zoveel steen, dat ga je echt niet allemaal opmaken. Dus bij deze... Ctrl-Q werkt trouwens niet. Dus echt, oh, there we go. Shift-Q werkt wel. Dan gooi je alles in één keer blijkbaar weg. Maar dus ja, ik vind het... cobblestone, ik heb er niet echt superveel aan. Like, het is chill om mee te nemen. Alleen, ik heb er gewoon simpelweg niet zo superveel aan. Dus ik laat het ook maar gewoon liggen. En ja, ik ga het ook helemaal niet meenemen. Ik ga me de energie niet instoppen om zoveel cobblestone weer te verhuizen. En moeilijk doen en bla bla bla. Ik heb gewoon lekker veel coal nodig. Dat ik wellicht ook een tweede quarry kan maken. Want hoe meer quarries, hoe sneller je natuurlijk resources krijgt. Hoe sterker je wordt. Zo makkelijk is het. Oh, dit is misschien trouwens ook wel heel handig om een mini base te maken. Een hele chille, makkelijke base. Is misschien wel handig. Ik heb weer mijn skeleton key niet mee. Is misschien wel handig om volgende keer gewoon echt gewoon in mijn inventory te houden. En wellicht ga ik morgen ook een backpack maken. Dat lijkt mij ook echt super handig om te hebben. Want ja, een backpack is toch wel echt het handigste om mee te nemen. Of om te hebben, om zo te zeggen. Want je hebt gewoon veel meer backspace. Veel beter is. Trouwens, ik heb ook nog wel wat iron nodig. Dus als we iron tegenkomen, moet ik dat ook wel meenemen. Nee, weet je wat? Ik ga nog even terug naar huis. Ik denk toch wel dat het handig is. Want als het goed is, had ik... Oh nee, niet. Dat had ik natuurlijk niet. Ik dacht zo van, ik moet even die artifact halen. Want dan kreeg ik, als het goed is, van ores, kreeg ik meer drops. Alleen, dat was natuurlijk omdat ik die sacred sapling had neergelegd. Wat iemand zei van, dat moet je niet doen. Had ik het toch uiteindelijk wel gedaan. Want ja, ik ben natuurlijk gewoon benieuwd. Want iemand zei ook in de reacties. En die zei als van, Sam, ik had het gezegd in de reacties. En dat had ik ook gelezen. Zo van, die sacred sapling moet je niet neerleggen. Dat spant een extreem grote boom en dan verneuk je hele wereld. Ik zat echt zo van, oké, maar ik ben nieuwsgierig. Iedereen was waarschijnlijk nieuwsgierig. Ik bedoel, kom op, je vindt een sacred sapling. Sacred betekent eigenlijk, ja, belangrijk. Wat betekent eigenlijk echt sacred? Belangrijk, heilig of zo. Heilig, denk ik meer, ja. Niet echt holy, maar anders dan holy of zo. Ik weet niet. En ja, dan ben ik toch wel echt gewoon extreem benieuwd van wat het nou precies zal zijn. Is dit aluminium? Nee, het is geen aluminium. Is dit aluminium? Nee, dat is ook geen aluminium. Stin. God freaking damn it. Maar ja, weet je. Gelukkig maak ik elke keer een backup. Als ik dat niet had gedaan, dan was mijn wereld nu weg. En was die waarschijnlijk corrupt geraakt. En of er stond een hele grote boom naast mijn huis. Naast mijn huis. Wauw. Maar gelukkig niet. Weet je, gelukkig heb ik een backup gemaakt. Altijd een backup maken. Agrarian Sky. Die maakt automatisch een backup. Maar per modpack niet. Het is altijd trouwens wel handig als jij aan het gamen bent. Om gewoon. Maakt niet uit wat voor game je aan het spelen bent. Al speel je, weet ik veel wat, Assassin's Creed op de computer bijvoorbeeld. Dan is ook altijd handig om een backup van je computer of van je game te maken. Want zodra jij een beetje aan het gamen bent bijvoorbeeld en je computer crasht en je hebt geen backup en je wilt toch wel verder met je game, dan heb je altijd een backup. En als je computer crasht en je hebt geen backup, dan moet je alles wat je al had gedaan, alles wat je gewoon al had gedaan in de game, moet je weer dan overnieuw doen. Heb ik heel vaak meegemaakt. Echt. Extreem vaak heb ik dat meegemaakt. Dat ik aan een serie begon. Of dat ik gewoon chill aan het gamen was. Of weet ik veel wat. En ben je gewoon relaxed aan het gamen. En ineens gebeurt er iets. Ineens is je save corrupt. Ineens is dit weg. Ineens is dat kapot. Ineens is zus zo. Werkt het allemaal niet of zo. En dat is heel naar. Want dan moet je helemaal overnieuw beginnen met je game. En meestal heb je dan geen zin meer in de game. En dan stop je ermee. Dat is natuurlijk zonde als je een hele leuke game speelt. Maar dat is mij best wel vaak overkomen. Wat we nu gaan doen, jongens. Wij gaan even helemaal omlaag. Ja, we gaan inderdaad gevaarlijk doen. En we gaan inderdaad... helemaal gewoon straight down to hell. Maar dat is niet zo super gevaarlijk, omdat ik gewoon shift-click kan inhouden. Dus dan zie ik gewoon wat onder me zit, om zo te zeggen. Ik wil ook nog wat diamonds vinden. Dus ik dacht van, nou, weet je wat, dan gaan we gewoon direct... deze doen we dicht.
dat is dan niet echt extreem fijn of zo. Dat er allemaal winged venoms spannen. Of hoe heet die beesten? Ik heb geen flauw idee. Ik heb in ieder geval het zwaard van hun, waar ik wel blij mee ben. Want dat zwaard is best wel heel erg sterk. Tenminste, ik heb nog niet geenchant. Ik moet hem wel even enchanten. Dat zei ik ook begin van de aflevering. Want ik denk dat het best wel een hele badass sword is. Dat je gewoon allemaal minions kan summonen en zo. De gold heb ik ook nog nodig. Want dan kunnen wij dit gaan maken. En ik weet niet precies hoe dat heet. Maar dat kunnen we dan maken. Dan kunnen we allemaal vriendjes maken. En dan kunnen we een heel legioen maken van allemaal monsters en zo. En dan zijn we nog meer OP. En wellicht kunnen we dan wel een Kahaan een keer eens killen. Want ja... Weet je, waarom niet? Als wij vet veel minions kunnen spawnen, die Kahaan, die gaat dan misschien wel op de minions en niet alleen maar op mij. En dan werkt het misschien gewoon. Dan kunnen we hem gewoon killen. En het zal super vet zijn als wij een Kahaan kunnen killen op hardcore. Dat zal echt gewoon awesome zijn. We zitten nu in niveau 14. We kunnen nog wel ietsje omlaag. Ik denk niveau 9 ga ik gewoon naartoe. Of niveau 8. Of niveau 7. Oké, whatever. En dan wil ik gewoon gaan stripminen. Ik denk toch wel dat het best is. En wachten gewoon tot we een cave tegenkomen. Of diamonds. Of een geonak. En ja, dat is niet... Oh my god, silverfish. Silverfish. Don't like that. Oh my god, silverfish. A lot of silverfish. Woe! Zijn ze weg? Nee. Nog meer silverfish. Au, nog een geonak. Holy crap, jongens. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar mijn Minecraft crashte weer. Het is echt vet random. Het crasht echt op de randomste momenten. En ik weet niet of er echt een fix voor is. Maar ik weet niet of jullie het ook hebben. Ik denk het niet, want het is voor mijn videokaart. Au, au, au. Naar. Naar, heel naar. Ik weet niet waar al die monsters zitten. Oeh, hij dropt wel obsidian. Weet je wat? We gaan gewoon de andere kant op. Misschien is dat wel wat veiliger. Oeh, kijk. Ja, kijk. We vinden al meteen osmium. Hoppakee. Lekker meenemen. Krijgen we ook lekker veel XP. Nee, we krijgen trouwens geen XP ervan. Dat is wel heel erg naar. Want je krijgt geen XP van als je het in machines gooit. Wat aan de ene kant heel logisch is. Want anders krijg je echt 5 triljoen duizend XP. Maar het is aan de ene kant wel heel erg demotiverend om dan te gaan hakken. En je krijgt een XP. Maar ik bedoel, we waren eerst level 11. En we zijn nu al level 19. Dus ja, ik mag niet klagen. Dit is allemaal nep. Dit is allemaal nep redstone ore. Oeh, essensor. Kijk, dat vind ik natuurlijk wel weer nice. Hopen dat we misschien ook een paar XP boosters tegenkomen. Dat zal ik ook heel erg leuk vinden. Ik zie daar een dude staan. Een enemy is dat, denk ik. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Maar hij is daar. En misschien kunnen we daar wel even naartoe. Ik ben toch wel heel... Oh, ik hoor water. Ik hoor water. Water betekent een cave. En een cave betekent monsters. En monsters betekent gevaarlijkheid. Maar gevaarlijkheid betekent leukigheid. Begrijpen jullie het nog? Nee, ik ook niet. Maar ik hoor water. En ik denk dat het best wel heel leuk is. Wacht, stil. Jullie horen alleen maar muziek, maar ik hoor water. Oh my god, there we go. Waterino. Oh yeah, the Reno. Het loopt helemaal omhoog en helemaal omlaag. Oh my god, the Reno. Oké, ik stop er wel mee. Ik moet omhoog, ik moet omhoog. Kom op, kom op, kom op. You can do it. Yeah. Oh, so close. Weet je wat, ik kan ook gewoon dit doen. Poef, wow, alright. Doing, doing. Kijken, waar loopt dit allemaal naartoe? Dat is nu de vraag. Oh nee. Oké, die dude die staat daar. Dus ik stel voor dat we daar ook gewoon naartoe gaan. Kom op, kan je hier opspringen? Je kan toch wel opspringen, ik wou net zeggen. Hij staat daar. En ik ben... Het heeft gewoon een nameplate, om zo te zeggen. Daar staat hij. En ik kan nog steeds niet lezen wat het is. Maar wat voor niveau zitten? We zitten in niveau 15. Oh my god, what the frick is dit? Oh naar. Oeh. Woe. Kom op. Yeah, one hit. En dan staat hij in de fik. En dat is super chill. En hij is dood. Kijk, dat bedoel ik. 1 hit en die dingen zijn dood. Kom op, mag dit weg? Want dan kan ik doorlopen. Kan ik gewoon geen blokken opzetten. Hey, yo, dat heeft geholpen. Waarschijnlijk niet, want waarschijnlijk was hij al weg. Maar ja, even goed. Ja, ik moet daar even naartoe. Naar die dude. Want ik weet niet waarom ik deze dude wil killen. Ik heb gewoon zomaar het gevoel dat ik hem moet killen. En waarschijnlijk krijg ik ook helemaal niks van. Want er staat er gewoon in de chat waarschijnlijk... Bla, 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 killde Mario of zo. En dan, ja, dat voel ik me vet cool. Dat is een Golden Rambora. Alright. Een Golden Rambora is het. Ik weet nog niet of... Oh my god. Oh, hij ziet er heel erg creepy uit. Auw. Ja, dat dacht ik al. Die doet wat damage. Die doet wellicht wel wat damage. En zo, dan gooi je dit even weg. En dan gaan we even kijken of we hem kunnen hitten. Op... Oh. 1 hit en hij is done. Gewoon, go on. Protection 1 helmet. Alright. Weet je? Waarom niet? Vinden hier nog wat kool. Dat kunnen we mooi... Oeh, echt. Oh my god. Doei.
Doei! Ja, van mij mag je wel naar lekker naar beneden vallen. Like, I really do not care. Zo, en dan nemen we het nog even Rejudge mij. Hoppakee. En dan spant natuurlijk weer een Geonak eruit en 9000 Silverfishes. Maar dat maakt niet uit, want ik span Cinders en die zijn nog sterker. Wow, hoe wordt werd ik gehit? I really do not know. Oh, hallo, zombie. Een hele zombie met een golden sword en hij heet Jessica Antforan. Flauw idee wat dat betekent. Jessica Antforan was slain by Midnan. En wat voor zwaard krijgt Jessica Auruk? Wow! Smite 5 en looting 3. Beste disenchant sword ever. Want ja, het zit op een golden sword. Bah, heb je niks aan. Maar we kunnen disenchanten, waardoor wij een looting zwaard krijgen. En dat kunnen we mooi... Oh, naar als we niet doodgaan natuurlijk. Get out, yeah. Deze dude mag ook best wel dood deze keer. Ik weet niet wat ik ervan krijg, maar hij mag wel dood. Waar is hij? Daar. Wat dropt hij dan? Hij dropt echt helemaal niks. Dat is wel naar. Dat is wel heel erg naar. Maar efficiency, fortune. Oké, fortune. En Jessica Sword. Misschien moet ik wel meer... Oh, check hoeveel XP hier ligt. Oeh. All these XP. Oh yeah. Oh, wat is dit? Dit is een dungeon. Oh my god, een dungeon. Oké, ik ga morgen lekker verder in deze dungeon. Want ik ben echt heel erg benieuwd wat hier allemaal achter zit. Echt heel erg benieuwd. Misschien moet ik eerst even terug wat spullen dumpen. Maar dat gaan jullie allemaal morgen zien. Jongens, ik jullie hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering. Als je hem leuk vond, vergeet dan natuurlijk even niet op het blauwe duimpje te klikken. Ik check jullie gewoon morgen weer bij een gloednieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken nogmaals. Vergeet niet te abonneren. En ik zeg, peace.